Erika de 60ste en Kaluna de 41ste. Nou, je ziet er nou nog hartstikke fris, fruitig en mooi uit. Hou dat vol als ik aanstaande zaterdag hier weer ben om die sleutel terug te krijgen. Veel succes jullie en jullie allemaal een hele prettige werkweek. Dank u wel, burgemeesters, voor deze eer en het vertrouwen in ons. We hopen er een fantastische week van te maken. Ik wil iedereen welkom heten op deze openingsavond. Paardenweek 2016 gaat dit jaar van start door de inzet van vele sponsors, vrijwilligers, maar natuurlijk ook jullie. We willen jullie een hele fijne avond wensen, een hele mooie heideweek. En ja, maak er met z'n allen een heel gezellig feest van deze week. Hierbij verklaren wij Heideweek 2016 officieel voor geopend! Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Komen jullie elk jaar naar de Heideweek? Meestal wel. En jij? Ja, ook. Oké, okay, en met wie zijn jullie hier allemaal? Ik met mijn vriendje, mijn moeder en wat vrienden. En jij hoort ook bij die vriendengroep? Ja. Je kop is eraf! Ja, hoe ging het? Het ging helemaal goed volgens mij, ja. Hoe wil jij het gaan? Ja, het is gelukt. De spanning is eraf en het ging wel lekker. Ja. Hoe bevalt als je op het podium ziet, je ziet al die mensen, wat gaat er dan door je heen? Ja, nou, ik zag allemaal bekenden. Dus ik dacht, oh, die is er ook en die ook, wat leuk. Ja. Connie en Morgen, waar komen jullie vandaan? Uit Ede. Oh, dan mag je iets aanvragen. Vertel eens, wat moet het worden? Tina Turner. Tina Turner. Met Proud Mary. Proud Mary. Ja. Tuurlijk! Waarom Tina Turner? Leuke muziek, blijft. Ja, gewoon onze muziek. Generatie. Oh, heerlijk. Roll it on the river. Voor wie komen jullie vandaag kijken? Voor Ali B. En waarom? Omdat hij leuk is. Dat is leuk. En jij? Ook voor Ali B. André Hazes. En waarom dan? Omdat hij een lekker ding is. Oh, en ben je het daarmee eens? Nou ja, hè? Hij mag er wezen. Hij mag er wezen. En kom je ook voor André Hazes? Ja, maar stiekem ook een beetje voor Waylon. Je spot wel een beetje met je leeftijd, hè? Nou ja, ik ben blij dat ik nog lekker kan zingen en dat ik lekker gezond ben. En dan kan je er ook een beetje mee spotten, toch? Ja, het repertoire knalde er weer uit, hè? Ja, nou ja, het is een beetje uit mijn tijd. Maar ik zie nog een heleboel mensen staan die ook niet meer zo heel piep zijn. Hoe vind je het om in Ede op te treden? Nou, ik heb al een paar keer hier gestaan, maar dat was in het Openluchttheater. En dat zei ik net ook al. En dat was ook heel intiem ook wel. En dat was natuurlijk in die periode dat White Will Be Why een hele grote hit was. Dus maar ze kennen hem nu nog, dus dat is ook wel fijn. Ik heb Anita Meijer gemist, maar ja, het schijnt wel erg goed te zijn. Ja, die was heel goed, ja. Tot hoe lang blijft u? Tot eind. Tot het eind. We doen het licht uit. Hoe vindt u het tot nu toe? Ik vind het gezellig. Welke artiest vond u het leukste? Daar wacht ik nog op. En dat is? Treetje Hazes. Ik vind het heel gezellig. Ja. Hoe meer kabaal, hoe beter, toch? Je houdt wel van Waylon? Ja hoor, ik vind het wel leuk. Ede de Kekse! Hartelijk dank en nog heel veel plezier hier in Ede. Dag!